wordt de week van het referendum. Woensdag praat de Kamer over het nieuwe referendumwet. Donderdag is het uur van de waarheid voor premier Rutte. Dan zal duidelijk worden of het hem lukt een oplossing te vinden voor het Oekraïne-referendum. Hij hoopt zijn Europese collega's te overtuigen om een extra paragraaf in het verdrag op te nemen met de bezwaren van de Nederlandse nee-stemmers. In maart stemde 61% van de kiezers bij het referendum tegen het associatieverdrag. 38,2% stemde voor. De opkomst van het referendum was met 30% rechtsgeldig. Slechts in enkele gemeenten stemde een meerderheid voor. In veel gemeenten was een overweldigende meerderheid tegen. Bijvoorbeeld in de gemeente Edam-Volendam. Daar was bijna 80% tegen het Oekraïne-verdrag. De oplossing die premier Rutte voor elkaar probeert te krijgen met een extra paragraaf in het verdrag gaat veel Volendammers niet ver genoeg. Als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou. Altijd welkom voor de Sinterklaas. Wat zei je? Ik zeg altijd welkom. Ja, Sinterklaas. En de kerst. Uit de hele regio komen de mensen naar Volendam om hier hun overbodige spullen te brengen. Met de hulp van meer dan 80 vrijwilligers wordt het hier door Aaf Beers uitgezocht. Daarna gaat het naar Afrika of Oost-Europa. Fijn om zoiets te krijgen, kinderspeelgoed? Jawel. Het zou maar zo kunnen dat dit kinderspeelgoed in Oekraïne terechtkomt. Dat zou kunnen. Of in de Congo. Of in Roemenië of in Polen. En dat gaat wanneer naar Oekraïne? Dat gaat begin januari. Zal er waarschijnlijk een auto komen. Dat begin januari dan gaat er weer een auto weg. Dit wordt nou klaargezet. En als wij weten dat we dus ongeveer tot deze kant zitten en dat erbij en zo, dan is de wagen dus dan is hij compleet. In totaal stuurden ze dit jaar al 10 vrachtwagens naar Oekraïne. Ik heb nee gestemd. Ik heb geleerd van mijn broer alles. Wat of waarop je voor werkt of zo, die mensen moeten hun eigen land blijven, moeten hun eigen land weer opbouwen. En als jij mensen hierheen haalt, moet je mensen verzorgen. En dan kost het geld. Veel geld. Maar was het associatieverdrag niet ook een beetje bedoeld om hun te helpen een welvarend land te bouwen? Nou, ik denk dat dat sowieso gedaan wordt. Dat denk ik ten alle tijde. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Daar hebben ze ons niet voor nodig. Bijna 80% van de Volendamse kiezers stemde dit voorjaar tegen het associatieverdrag. Veel meer dan het landelijk gemiddelde. Daarom wordt met argusogen gekeken naar de pogingen van het kabinet om het verdrag alsnog te ratificeren. Ik vind net als in Zwitserland een referendum houdt. Je vraagt de bevolking om uit te spreken wat ze erover denken. Nou, dan moet je je daar aan houden. Anders moet je geen referendum houden. Ik weet niet waarom ze het gedaan hebben. En nou is het, nee, nou komt het niet goed uit en dan gaan ze een beetje marchanderen, vind ik. Dus eigenlijk stelt aan een referendum niks meer voor. Kijk eens aan, in goud. Kijk eens even. Kampioen handicap toernooi 2016, biljartclub Jozef Volendam. Jaap, van harte gefeliciteerd. Graag gedaan. In het cultureel centrum wordt een deur verder gerepeteerd door een koor. Premier Mark Rutte wil met een aparte, juridisch bindende verklaring de tegenstanders tevreden stellen. In die verklaring moet dan staan dat Oekraïne geen lid kan worden van de Europese Unie en niet kan rekenen op militaire bijstand. Maar hier in Volendam zijn ze kritisch. Ik vind in het algemeen. Heeft de bevolking gestemd en de uitslag was nee. Ja. En dan vind ik, die uitslag, daar kan je niet aan tonen. Die moet je gewoon respecteren. Hoe jammer het ook is. Maar ik vind het wel goed wat hij doet. Want er zijn 27 landen van de EEG, die hebben al getekend. Die willen dus de Oekraïne in ieder geval erbij hebben in de toekomst. En alleen Nederland, en dan Volendam, dat stemmen allemaal rechts. Want de rechtse mensen hebben nee gestemd. Wij leven in een democratie. Er wordt aan het volk gevraagd, wat vinden jullie, ja of nee? En wij zeggen nee, dan is het toch klaar? 'S Avonds moet ook Aaf Beers met haar koor optreden. De opbrengst van dit benefietconcert gaat ook naar Oekraïne.
Diep in haar hart wil ze dat het verdrag met Oekraïne geratificeerd wordt. Je kan niet altijd je hart volgen. Je moet je ook af en toe een beetje harder opstellen als dat eigenlijk in wezen dat je daar bent. Maar als ik mijn hart zou volgen, dan ja, ik gun het eigenlijk wel alle mensen. En toch zegt u nee. En waarom zegt u dan nee? Eigenlijk moeten de mensen dus in hun eigen waarde komen. Voordat ze eigenlijk goed zijn dus voor, laat ik zeggen, dus het land zoals Europa. Het is echt een Oostblokland. En dat, die hebben toch een heel andere mentaliteit. Het kabinet wil met een aparte verklaring de nee-stemmer overhalen. Maar uit deze rondgang blijkt dat voor die aanpak bij de voor- en tegenstanders in Volendam weinig steun is. Ik heb mijn hele leven VVD gestemd, maar ik ga nu toch ernstig twijfelen. Want dit hoort hij gewoon niet te doen. Hij hoort te luisteren naar de stem van de bevolking. Dat vind ik. Ja, en politiek commentator Dominique van der Heijden is hier. Dominique, ja, dat wordt een moeilijke week voor Rutte. Hij moet dit gevoel van die nee-stemmer overbrengen aan zijn Europese collega's. Hoe moeilijk wordt dat voor hem? Ja, kijk, Mark Rutte weet natuurlijk heel goed dat de mensen in Volendam en heel veel andere mensen die nee hebben gestemd, dat die zeggen nee is nee. Dus die willen helemaal geen verklaring die bij dat verdrag wordt gevoegd. Maar Rutte heeft er bewust voor gekozen, hij heeft er lang over nagedacht, maar hij heeft gezegd, ja, ik ben er niet alleen maar voor om dat nee-gevoel hier in Nederland te vertolken. Ik moet ook rekening houden met wat de geopolitiek gaande is. Dat we als Europa een eenheid moeten vormen en niet Vladimir Poetin een kerstcadeautje moeten geven doordat wij onze handtekening onder dat verdrag weghalen. En dus gaat hij toch nog alles op alles zetten deze week. Om donderdag dan te kijken of hij die andere lidstaten zover kan krijgen om inderdaad een verklaring te tekenen. Waar dan bijvoorbeeld in staat dat Oekraïne niet vanwege dit verdrag lid kan worden van de Europese Unie. Probleem alleen is dat die verklaring, die moet hij dus ook laten ondertekenen door allerlei andere landen in Oost-Europa. Die dat een heel belangrijk iets vinden, dat verdrag. En symbolisch ook, dat dat misschien nog wel een opmaat kan zijn voor lidmaatschap van Oekraïne voor de Europese Unie. Dus het is nog maar helemaal niet zeker dat het hem ook echt gaat lukken daar in Brussel. Ja, dus dat wordt heel lastig. En ja, dat wordt heel erg moeilijk. En het kan ook maar zomaar zijn dat het dus klapt donderdag. Dan staat het campagneteam van de VVD wel te juichen. Want die vinden dit natuurlijk heel vervelend. Die zouden ook het liefst gewoon klaar mee zijn met het hele Oekraïne-verdrag verhaal. Want die kiezers in Volendam en in de rest van het land die zo graag nee wilden, die kunnen dan ook uiteindelijk dat nee krijgen. Voor Mark Rutte is dat natuurlijk zou dat een hard gelag zijn. Want ja, hij vond het toch zo belangrijk om die eenheid in Europa te bewaren. Ja, nou, je ziet dat de politiek en parlement al tientallen jaren worstelen met het referendum. Laten we even kijken. Ik ben tegen referenda. Ik ben voor referenda. Ik ben tegenstander van referenda. Ik ben uitgesproken voor referenda. De toekomst van het referendum. We spreken erover met vier politici die we ontvangen bij ProDemos in Den Haag. Het instituut dat jongeren kennis laat maken met onze democratie. 80.000 scholieren per jaar bezoeken ProDemos en daarna een debat in de echte Tweede Kamer. Ze zien hier de klassieke parlementaire democratie aan het werk zoals die al ruim anderhalve eeuw bestaat. Eens in de vier jaar kiezen we onze volksvertegenwoordigers. En partijen als CDA en VVD vinden dat nog steeds een prima systeem. Ons democratisch bestel is gebouwd op het feit dat we mensen in een parlement hebben die namens ons besluiten nemen. En heel veel besluiten zijn niet populair, want er is altijd iemand ontevreden. Daarom maak je dat soort complexe afwegingen in het parlement. Het is niet terug te bakken tot een simpel ja of nee. Die afweging doen we in het parlement. En als je dan via een referendum met dat simpele ja en nee dat probeert te corrigeren, ja, dan denk ik dat je ons democratisch bestel echt onrecht aandoet. Dat moeten we niet doen. En daarom zijn wij als VVD dus ook tegen deze wet. Dat waren we en dat zijn we. En deze wet is de tijdelijke referendumwet. De huidige lijsttrekker van VNL, Jan Roos, organiseerde het eerste referendum onder die nieuwe wet. Bent u voor of tegen het Oekraïne-verdrag, was in april de vraag. Tegen zei een grote meerderheid. En nu, 8 maanden later, zoekt het kabinet nog steeds naar een oplossing. Nee is nee. Nederland wil dat associatieverdrag tussen de Europese Unie en het meest corrupte land van Europa, dat in oorlog is, die willen ze gewoon niet. Nou, dan is klaar. Maar nee als is Rutte, nee. Als Rutte nou toch een oplossing vindt, wat betekent dat voor al die nee-stemmers, voor hun gevoel achteraf? Dat ze
hun vertrouwen in de politiek nog meer naar beneden zien gaan. Dus referenda die bedoeld zijn om de burger dichter bij de politiek te brengen, hebben het omgekeerde teweeggebracht? Als je een onbetrouwbare premier hebt, wel ja. Is de kiesraad eigenlijk enthousiast over het referendum zoals dat in april geweest is? Nou, er zijn nog wel een aantal zaken die in de ogen van de kiesraad verbeterd zouden kunnen worden. De kiesraad is niet gelukkig met de opkomstdrempel bij het raadgevend referendum. Pas als 30% van de kiezers meedoet, is het referendum geldig en dat lokt strategisch gedrag uit. Moet ik wel of niet komen stemmen of blijf ik thuis in de hoop dat daarmee misschien de drempel van 30% niet wordt gehaald? Mensen gaan strategisch stemmen? Ja, moet ik strategisch gaan stemmen of niet? En wij vinden als kiesraad dat verkiezingen en referenda al ingewikkeld genoeg zijn en je moet niet kiezers noodloos in verwarring brengen. Een van de weinige partijen die nog lichtpuntjes ziet is D66. De Democraten waren de grote aanjager van de tijdelijke referendumwet. Laten we nou ook eens blij zijn met de dingen die we wel bereikt hebben. Een goede discussie in het land. Iedereen had een mening over dat referendum. Er waren mensen die in zaaltjes zaten die ik normaal nooit te spreken zou krijgen. Dus ik denk dat het ook wel iets is waar we in kunnen groeien als land. En dat we een succesvol referendumland worden. Het CDA ziet niets in het huidige referendum, maar vindt wel dat het kabinet de uitslag moet respecteren. Rutte moet ophouden met het zoeken naar een compromis. Nee is nee. Het wordt neergelegd bij de burgers alsof zij het niet zouden begrijpen. Maar hier heeft de Kamer het gewoon niet begrepen. Je kan niet een referendum houden over een verdrag waar 28 landen iets van vinden. Ja, dan zit je met het probleem. Eén land wil niet, de hele rest boos. Ja, het werkt niet. En daarom riep Buma onlangs de premier op om de referendumwet in te trekken. Het is politiek volstrekt onhaalbaar om nu een fundamenteel debat te beginnen over die referendumwet. Dat weet de heer Buma, voorzitter, net zo goed als ik. Dat is volstrekt irreëel. Veel partijen willen uiteindelijk een echt bindend referendum. Als de bevolking dan nee zegt tegen een wet, dan moet het kabinet zich daarbij neerleggen. Een eerdere poging tot een bindend referendum sneuvelde 17 jaar geleden, tijdens de Nacht van Wiegel. Wiegel tegen. Nu ligt er opnieuw een voorstel voor een bindend referendum. D66 wil een duidelijk bindend collectief referendum. Dat is ons einddoel. Maar dat is nog een lange weg. Na de verkiezingen moet een tweederde meerderheid van Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan met een grondwetswijziging die een bindend referendum mogelijk maakt. De VVD is alvast tegen. Krijgen we eigenlijk niks meer voor elkaar in dit land. En soms zijn er hele onpopulaire dingen, zoals in crisistijd, hervormingen, bezuinigingen, die toch moeten gebeuren. Ja, en als dat allemaal via bindende referenda kan worden teruggedraaid, dan denk ik dat dit land bestuurlijk echt verlamd raakt. De VVD, uitgesproken referenda-haters. Dat zie je ook hoe Mark Rutte hiermee omgaat en over heeft gesproken. CDA, die vindt het verschrikkelijk. Het gaat niet gebeuren. De oude politiek heeft geen zin in de mening van de bevolking. Ja, aldus Jan Roos. Welke rol gaat dit spelen, het referendum, als je kijkt naar de campagne de komende maanden tot 15 maart? Nou ja, in de handen van VNL, van Jan Roos en van de PVV is natuurlijk een prachtig wapen, vooral tegen Rutte. Die moet schipperen tussen de wensen van die nee-stemmers en ook de belangen in Europa. Dit soort partijen, ja, die zouden het liefst morgen ook een referendum hebben over een nexit, hè, dat Nederland uit de Europese Unie zou mogen. Maar daarvoor is de wetgeving op dit moment totaal ongeschikt. Daar is ook echt geen meerderheid voor. De partijen die nog voor een referendum zijn, ja, die willen dus zo'n correctief referendum, waarbij je als een wet pas is aangenomen, aan de noodrem kan trekken. En dan moet dan ook een behoorlijke drempel zijn. Er moeten behoorlijk veel mensen tegen zo'n wet stemmen of tegen bindend, een verdrag. Hè? En dan is het bindend. Dus echt in, ja, een hele grote uitzondering. En niet op de manier om een enorm grote beslissing te nemen, zoals een nexit, zoals in Groot-Brittannië is gebeurd. Daarvoor is er echt op dit moment althans geen meerderheid te vinden. Nee. Maar over die wet waar je het nu over hebt, die nieuwe bindende referendumwet, daar wordt woensdag dus over gesproken, maar dat heeft nog heel veel voet in de aarde, als ik het goed begrijp, voordat dat er door is. Ja. In de tussentijd dan iets veranderd aan de huidige wet, waar eigenlijk niemand, of tenminste nou ja, een aantal partijen niet ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk lastig, want de partijen die eigenlijk ook die uitslag heel vervelend vonden, die nee-stem, ja, die vinden ook dat er een aantal elementen in die wet zitten die eigenlijk krom zijn, zoals die opkomst. Het is dus niet bindend, maar bij een opkomstdrempel is het wel geldig. Nou, leg maar eens uit dat je dan toch de uitslag naast je neerlegt. Zoals Mark Rutte natuurlijk toch in zekere zin nu aan het doen is. Die is toch nu nog aan het proberen om van de nee een soort van ja te maken. En dat heeft met die opkomstdrempel te maken. Dus mijn voorspelling is dat ze in elk geval ja, na de volgende verkiezingen, het hangt natuurlijk heel erg af van welke partijen daar gaan winnen, maar dat er dan aan de onderhandelingstafel gekeken wordt om in elk geval achter gesloten deuren te kijken wat ze alvast aan de huidige wet kunnen veranderen.
Dat is wel zeker, want niemand is er echt gelukkig mee. Dominique van der Heijden, dankjewel voor jouw commentaar. Kijken we nog even naar de dag van morgen, Dion.